verontschuldiging aanbieden voor wat? Ik doe nooit iets om mijn verontschuldiging aan te bieden. Dat doe ik nooit. En ik heb hier vies te houden. Ja, dat moet duidelijk zijn. Zo reageert vicepresident Ronnie Brunswijk op uitspraken van burgers op social media, al zou hij zich moeten verontschuldigen voor het feest dat hij in verband met zijn jaardag heeft georganiseerd. De vicepresident blijft erbij dat hij geen feest heeft gehouden. De bezoeken die hij heeft ontvangen op zijn jaardag waren allemaal binnen de perken van de COVID-19 maatregelen. De perceptie wat ze hebben, dat er een feest zouden zijn. Natuurlijk heb ik mensen ontvangen. Maar wanneer is dat feest, dan ga je dansen en al die dingen. Maar als ik weet dat ik 50 mensen mag uitnodigen. En ik ben zelf de voorzitter van de COVID-management team. Ja? Dat moeten we weten. En ik geef leiding daaraan. En ik weet precies wat die regels zijn. En dan hoor ik maar die regels. En als je hebt gekeken naar die video, die fake, wat ze daar op Facebook hebben gezet, dan zie je dat het een feest was op een boot. Als je goed hebt gekeken, dan ga je dat toch zien. Er is geen boot in Suriname, zo'n grote boot. De vicepresident zegt dat hij zich netjes heeft gehouden aan de regels. Hij geeft aan dat de gasten in groepen hun felicitaties mochten uitbrengen. Er komen 50 mensen, ik ben de vicepresident. En die mensen gewoon feliciteren. Dan hebben ze dan een kwartier de tijd. Sommige mensen een uur de tijd zelf om te blijven. En nadien worden die mensen netjes gemeld van je tijd is om, je moet weg. Dan komen andere groepen. Vicepresident Ronnie Brunswijk. Hij gaf vanmorgen voor aanvang van de wekelijkse ministerraadsvergadering aan dat hij geen feest heeft georganiseerd op zijn jaardag op 7 maart jongstleden.